De kletsavonden. 3 weken lang genieten van Oeteldonk op zijn smalst. We staan hier zo tevreden. Het is weer tijd voor een kletsen. Hij deed eerder mee. Was niet altijd alleen. Ik vaak was hij met z'n twee. Ik luister altijd goed. En het was leuk wat hij deed. Ja! Roept u maar. Bloemenman, Bloemenman, Bloemenman. Toen beneden Astrid als Bloemenman nooit hier. Toen hadden die twee met oefenen al hartstikke veel plezier. Ja, dan, ik kijk daar wel naar thuis, maar dan is er net één lette greep te veel. Hè? Maar ik moet hartstikke zeggen, want stikken dat kan niet en hart gaat ook niet. Dus ik moet hartstikke veel plezier, of ik moet het vluggen doen. Wacht, toen hadden die twee met oefenen al hartstikke veel plezier. Ja. Alleen komt je ons nou vermaken en leuk zal het best zijn. Hij zei dat als ik alleen sta, is het podium niet zo klein. Ja, 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 ja. We maken er van alles van. Roept u maar. Kluifjes, kluifjes, kluifjes. Misschien heet hij het over kluifjes. Hoe leuk zou dat niet zijn? Wellicht ook over duifjes of over de Prijnsen het trein. Dat rijmt weer op zijn dan, hè? Ja, nee. En dan schrijft, nou schrijft het die ene met een lange ei. Maar als je het zegt, dan hudde dat niet. Dus dat mag je, nee. Ik doe hem opnieuw. Misschien heet hij het over kluifjes. Hoe leuk zou dat niet zijn? Wellicht ook over duifjes of over de Prijnsen het trein. Ja. We gaan het echt zo wel heuren. Laat jullie echt niet langer lijden. Hier dus de volgende kletser. Het is Mark van der Heijden. Ja, ja. Ja, ja, hallo, lieve oeteldonkertjes en grote reageerbuisbaby's. Wat leuk dat jullie allemaal naar mij komen luisteren, naar mijn verhalen. Ja, ik zal even uitleggen voor de groep van 30, 35 jaar wie ik ben. Ik ben niet Pino. En voor de groep van 20, 25 jaar, ik ben ook niet Lady Gaga. Hallo meneer de Uil, waar ben je ons uitgekomen? Waar vaarbelt je stond? Nee, naar de bos. Lees je ons dan voor uit het vaarbeltje strand? Nee, uit de bos een omroep. Ja, dan weet ik zeker dat ik koud nieuws ga voorlezen. Ja, maar allereerst wil ik even een warm welkom heten aan mijn nieuwe dierenvrienden in het Dieren Den Bosch. Allereerst aan Loekie de kroegtijger. Ja, Loekie, je kunt zo bij ons komen werken in het praathuis. Wij drinken alleen geen bier. Nee, wij drinken prik met grenadine. Ook lekker, maar je krijgt er een hele zat zoete bek van. En het levert voor jou niet zoveel op, Loek. Ook welkom trouwens aan Henk, onze sportknuffelbeer. Altijd fijn om zo'n groot aaibaar beest bij u te hebben in het bos. Want die hadden wij nog niet. Welkom, Henk. En zeker niet te vergeten, Jacques, onze camera-gluipaard. Ja, die neemt het allemaal op en dan zet hij het op Tinder voor bosvrienden. Ja, ja. Maar ja, ja, ja. Ja, ja. Over een heel warm welkom geheten, zoals ik dat mijn nieuwe vrienden doe, dat was vanavond hier niet zo aan de smitsen. Ik stond hier buiten, ik belde, maar toen zei ze tegen mij, er stond een mens aan de deur trouwens, die hiet, althans, hij hiet er niet, er stond stagiaire. En daar stond dus een bordje, hè? En toen zei hij, rare vogels, die komen hier niet binnen, die mogen deurvliegen naar Dommelbaarse deur, zei hij. Nou, dat was niet echt heel leuk, maar gelukkig stond er een vrouwtje binnen en die zei, laat hem maar binnen, het wordt toch een hele gekke avond. Had ze het over Erik Kiefiets of zo, zei ze.
Ja, nou later bleek dat dus Chantal de tappende duizendpoot te zijn. Die had mij binnengelaten. Vond ik toch wel heel erg leuk. Maar ja, en het is nog iets anders. Ik ben vandaag uit de kast gekomen. Ja, de winter is voorbij. Dus ik kon uit mijn uilenkast. Ja, en dat is alleen een beetje vervelend voor een uil. Want die heeft dan heel lang stilgezeten. En dan krijg je de trombosebenen van. In mijn geval trombosepoten. Nou, dan denken jullie natuurlijk, nou, uil, dan zal die het wel hebben over die een uil, mijn broer. Ja, die bij de Muizenpiek staat. Nee, daar ga ik het niet over hebben. Dat klopt. Nee, want dat is, ja, die is beus. Ja, die is verplaatst en dat vindt hij niet leuk. En nou staat hij daar ergens bij die vuurtoren in het bos. Dus ja, daar wordt hem helemaal niet. Oh, ja, ik wil eigenlijk even... Oh. Met een nek, jongen. Normaal gesproken kan ik mijn nek omdraaien 180 graden. Ik wil zo graag even naar de mensen in de smidse kijken. Want dat zijn ook allemaal hele lieve mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Maar dat gaat nou niet. Nee, want ik was aan het vliegen. Over de watervrije moerassen hier in Den Bosch. En toen zag ik een heel leuk klein oeteltje. Ik dacht, daar is de mijne. Het heeft verrekkershonger. Zie ik naar beneden. En op een gegeven moment, hoe dichter ik bij kwam, werd dat oeteltje werd steeds groter. Ja, het was ma-oetel. Ja. En nou heb ik heel mijn nek verrekt aan dat mens. Want die geeft niet mee. En dat blijkt dat zij nog nooit mee heeft gegeven. Dus, maar ja, hoe vinden jullie überhaupt dat ik er zo na 50 jaar nog uitzie? Hè? Ben ik veranderd? Hè? Niet, hè? Maar dat komt door mijn lamawaaientherapie. Ja. Dat is een hele goeie. Daar word je geen grijntje ouwe van. En de kleur van uw veren, prachtig. Blijft gewoon heel intact. Dus voor mensen bied je hier veur aan, laat maar waaien. Maar, nou zal ik even uitleggen mijn peksje. Want dit peksje, dat is niet normaal, hè. Dit is een peksje van Pikachu. Voor een jongske, voor de carnaval. Kijk, zit hier nog een rits. Dat is eigenlijk de achterkant. Zie je dat? Nou, en daar heb ik de poten afgeknipt. Maar er zat onderin elastiek. En die heb ik toen weer omgedraaid. Kon ik ze toch weer aandoen. En zijn staartje heb ik er ook afgeknipt. Ja. Dus, en trouwens, ja, maatje 152, hè. Hallo. Kunnen zien aan de mouwen. Veel te kort, ja. Maar de veren, die zijn van de piepo's. Ja. Is mooi, hè? Niet van clowns, hè? Van piepo's. Ja, dat heb ik in de gaten, hè. Maar ik zal eens even wat voorlezen uit... Het allerlaatste nieuws uit een Bossen omroep. Eens even kijken. Er komt een nieuwe Bartenbrug. Want die oude, die is niet meer veilig, zei burgerontmeester Rombouts in het Brabants Dagblad. Ja, ja. Gisteravond is bekend geworden dat de heus vertrekt uit een bos. 120 arbeidsplaatsen zijn vervallen. Nou. En nog iets. Wegens asbest moet de pleinzaal van het theater aan de parade dicht. Je wordt er ziek, zeggen ze. Nou, aan die parade. Ik vroeg laatst weer over de parade. En, ja, het was een heel groot plein. En, maar in dat deuren, daar woonden hele, wat zou ik zeggen, belangrijke mensen. Maar die mensen, die waren doof. Die hadden dovemans oren. Echt? Ja, want die wilden op dat plein allemaal mooie winterse taferelen. Ja, nou, die taferelen, die zijn er gekomen. Maar niet op het plein. Nee, die maakten allemaal bonje. En daar waren ik en mijn dierenvrienden, die waren daar de dupe van. Want wij krijgen altijd in het najaar, krijgen wij een bestelling voor een mooie kerstboom te leveren. En deze jaar niet, dus Ed en Willem zijn kei boos. Ja, wat is er toch aan de hand in dat winterland? Nou... Maar ja, voor mijn nieuwe vriend Loekie de Kroegtijger, daar breken weer veel goede tijden aan. Want die heeft geregeld dat er een horeca-enquête komt voor ruimere kroegtijden. Dat is fijn voor mij.
want ik ben een nachtmens. Ja, nou, en dan, ik heb ook al getekend voor akkoord. Dus dan komt hij helemaal in de gaten. En als ik dan aan het vliegen ben, zo door de stad, vlieg ik ook even over de Visstraat. Ja, dat is toch mooi, hè, met die taxis. Ja, die mensen zijn boos. Ja, die zeggen dat handhaving op hun aast. Maar dat kan natuurlijk niet, hè. Nee, ik aas en de handhaving doet handhaven. Ja, nou, dat is eigenlijk al te snel. Maar je ziet het, ik heb hele grote ogen, hè. Ja, maar ik ben eigenlijk een nachtdier. Die ogen, die zien nou eigenlijk niet zo heel veel. Ik zie eigenlijk je flikker. Die is allemaal braaien. Ja. En mijn snavel, we vinden van mijn snavel. Die is ook goed gelukt. Ja. Oranje. Lekker scherp. Beetje geplakt en geknipt. Nou, maar je gaat er wel heel raar van praten. En wat vinden van mijn oren? Die zitten hier bovenop. Ja. Maar goed, lieve oeteldonkertjes. Jullie mogen allemaal onder mijn veren komen. Lekker veilig onder mijn veertjes. Maar ook alle banaantjes en verklede pinguïns, die mogen ook allemaal onder mijn veertjes komen. En dan doe ik mijn veertjes nog wat strakker en nog wat strakker. En dan zet ik mijn poten erop vast. En dan ruk ik ze in 100.000 stukjes uit elkaar. En dan vreet ik ze op. En dan vlieg ik naar de Maas. En dan gooi ik een hele braakbal in de water. En dan drijven ze zo terug naar Rotterdam. Ja, ja. Maar weten jullie trouwens waar veel van mijn dierenvrienden zijn gebleven? Nee, dat weten jullie. Nou, Montfort de Mol. Oh, ik wil dus nog wel een sigaartje. Nou, die is bij Golfclub de Pettelaar terechtgekomen. Die is klemmen gezet. Ja, en Truus de Mier, die is nou ook bij de Wenen gekomen. In de Mierenhoop. Ja, die wordt volgende week tot compost verwerkt. Ja, Gerrit Postduif, die is trouwens weer ontslagen bij de PostNL. Ja, niet alleen de post kwam altijd te laat. Ja, Gerrit ook helaas, ja. En de zusters Hamster, ja, die hebben het goed aangepakt. Die zijn een verbondje aangegaan met de Albert Heijn op het Van Roosmalenplein. Hamsteren, ja. Nou, ik heb ook nog echt nieuws uit de krant, hoor. Als je denkt, dit is gewoon dagelijks nieuws. Er is een mens mishandeld op de eerste, de tweede en de derde handbaker. En op de parallelweg stond een auto in de fik. Op de parallelweg stond een auto in de fik. Op de parallelweg stond een auto in de fik. Ja, ik denk dat er drie auto's in de fik stonden. En er is gestoken op de tramkade. Ja, het viel later mee. Het bleek later dat het viel mee. Het was in autobanden, dus... Ja, dat zijn toch best wel zware tijden zo hier in Den Bosch, hè? Vind ook niet. Maar gelukkig komt de carnaval er weer aan. Oeteldonk leeft is het thema. Maar dat is bij de Antonigade toch een heel ander begrip. Ik vraag me af of die ouwetjes dat ze dan nog kunnen vieren. Of dat ze zat worden van de brandewijn en van de advocaat. En dan kennen ze de volgende dag de roes uitslapen. En dan kan de verzorging ook wel laten beginnen om de kots op te ruimen. Dus dat dacht ik wel handig. Maar voetjes van de vloer voor die ouwetjes, hè. Ja, er wordt toch een beetje stokjes van de vloer, denk ik. Of wieltjes van de vloer. En handjes de lucht in. Ja, met al die tekort aan zuurstof, daar gaat hem toch ook niet echt worden. Nee, en straks zit ik er wel als oude lul of oude duif of oude uil ook tussen. Ja. En jullie hebben natuurlijk allemaal al de carnavalsposter in huis. Nee? Nou, dan moet ik daar onze Gerrit toch even op aanspreken, op te laten bezorgd. Maar je kent hem achter uw raam plakken. Of op uw vooruit van uw wagen natuurlijk. Heb ik ook geprobeerd. Is niet echt heel erg handig. Maar kennen jullie mijn vriendin Truus de Mier nog? Ik heb nog zoveel te doen. Nou, wat zij doet, dat weet ik niet. Maar de wagen was niet schoon en het praathuis was ook niet schoon. Die doet niet veel. Maar die Truus, die blijkt een zus te hebben. Die woont hier in Den Bosch aan de parade. Ja, Hendrien de Mier. Ja, ze zien elkaar maar weinig, hoor. Ja, één keer in de 4 jaar.
scherm die je traf. Ja, nou heb ik in mijn bossen omroep ook het laatste nieuws van jullie burgemeester. Wat die allemaal al voor elkaar heeft gekregen hier in een bos. Nou, ik zal het u even laten zien. Dit zijn de notulen en alles wat die allemaal voor elkaar heeft gekregen. Nou, niet echt heel veel, kan ik u zeggen. Nou, de nieuwe prins, hè, die is, die doet incognito mee hier. Ja, die moet hier al, die kan goed naast, voor of achter u staan. Ja, hij schijnt als rare vogel verkleed te gaan, maar ik zeg verder niks. Nou doe ik ook nog wat aan geheugentraining. Ja, ik probeer herinneringen vast te houden van vroeger. Goede herinneringen. Nou, zoals toen Loïke de Vos, hè, had chiquidee nog wat te smikkelen en te smullen, dat hij een schaap had te pakken bij de kinderboerderij de Oosterhoeven. En bijvoorbeeld Ed en Willem Bever, zou je dat nou wel doen, dat die balk weghalen bij dat plafond? Dat die laatste balk weg werd gehaald, daarbij die brillenzaak op de markt. Of Soef de Haas, die heeft een keer meegedaan aan de intocht. Dat ging snel. Maar over de ontwikkeling in de bos is ook nog wel iets bij de voetbalclub. Er is vanavond al een naam genoemd, maar er is een beetje een rare naam. Vinden wij ook in het bos. Want dat is wat wij de hele dag doen in het bos. Kakkie. Ja. Nou, zo'n goede mens, die Messias met al dat geld, die geeft het toch een hele andere naam. Hè? Bijvoorbeeld de kakker de geldwolf. Of een Messias de kakstersrups. Hè? Dan ben je pas goed bezig. Ik heb voor jullie ook nog een uilenwijsheid. Ik heb er geen rechten of zo op zitten. Je mag hem gewoon gebruiken. Als een uil over u heen zeikt, heb je niet veel bereikt. Nou, ik vond fijn dat jullie allemaal naar mijn verhaal willen luisteren. En nu maar lekker naar jullie warm nestjes. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Houden.